staan tegen de bomenkap in het Oosterpark. De plannen van de gemeente om 25% van de bomen weg te kappen. Ten behoeve van meer uitbreiding, hotels en horeca. Je moet je stem laten horen, omdat anders wethouders en ambtenaren gewoon hun plannen willen doorzetten. Ja, soms ter ere van hun eigen naam, maar dat heeft gewoon soms helemaal geen nut voor de mensen die hier wonen. Met extra horecagelegenheid kunnen ze en extra hotelbedden kunnen ze weer meer geld verdienen. Het lijkt een ongelooflijk stom plan. Ten eerste is het openbare ruimte. Dus ik denk dat dit soort feesten organiseren waar mensen entree voor moeten betalen, zodat het park niet meer toegankelijk is, vind ik gewoon niet kunnen. Bomen kappen voor dit plan lijkt me ook. Wat heel fijn is aan het park is dat het groen is en dat er bomen zijn. En dat je daar als je op bomen uitkijkt en niet op gebouwen. Dus dat, het park is openbare ruimte en dan moet je geen evenementen organiseren waar je kaartjes voor moet kopen. Zodat je twee weken lang een park niet meer kan gebruiken. De mensen kunnen toch tussen de bomen zitten? Er is toch plek genoeg voor iedereen? Dan hoef je toch die bomen niet weg te halen? Laat ze eromheen zitten, dat maakt het juist zo'n fijne plek. Als je die bomen weg gaat halen, wordt het een kale bedoeling. Dat is al gewoon stukken minder leuk. Voor het open, bedoel dat je daar brede aanwezigheid zo naar in hebt en naar het park. Zodat het hotel meteen als park restaurant kunnen. Nee, niet genoeg. Er is helemaal niet genoeg groen. Er is weinig groen. Dus daar moeten ze afblijven. Er is helemaal niet genoeg groen. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Een soort jungle, dat is wat we willen. Heel veel groen in alle straten. Mensen hebben zo'n park echt nodig om te genieten. Ja, voor de gezondheid van het psyche heb je gewoon groen nodig. Bomen, natuur. Ja, we hebben te veel verkeer, te veel lawaai, te veel smog, te veel van alles. En door het park lopen, dat geeft je al een goed gevoel. Als je naar je werk gaat en je loopt ochtends een stukje door het park, is al een ander gevoel dan wanneer je alleen maar in een tram en tussen de auto's zit. Kom massaal naar het protest. Laat je stem horen. Wees hier. Ja, wees hier. Die bomen hebben je nodig. Ja, en de mensen hebben je nodig. De mensen. Jij hebt het nodig. Dus kom. Nou, hoe ver ze zullen gaan, ja, dat weet ik niet. Je kan het niet in je eentje. Maar ik denk als je hier met een heleboel mensen een soort kring rond de bomen maakt en je stem laat horen, dan hoop je dat dat resultaat heeft. Ja. Vind je dat ook mensen zullen om de bomen klimmen? Waarom niet? Ja. Dat vind ik ook heel legitiem. Die boom die kan niet voor zichzelf opkomen, dat moeten wij doen.